Haaglanden Voetbal Midweeks. Een programma met gasten uit het regionale voetbalwereldje. Op de bank te gast Cor Verbree van de BAV. Dat is de belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen. En Robin Dendulk, hoofdtrainer van het Loosduinse GDA. Onze sidekick is René Pas. Dat alles dadelijk na de reclame. Blijf kijken dus. Restaurant en partycentrum Puur aan de Vliet. Reserveer en geniet. Puuraandevliet.nl met dubbel R. Bolman Cleaning Services. De partner voor een schone werkomgeving. Glasbewassing, gevelreiniging, specialistische reiniging en totaalschoonmaak. Klantgerichte en persoonlijke benadering zijn kenmerken van ons bedrijf. Bolman Cleaning Services. Freekick Sport, de grootste voetbalspecialist van Nederland. Bezoek onze webshop of kom gezellig langs in onze winkel op het De Saffronin Lomanplein 45A in Den Haag. Volop parkeergelegenheid. Bibu Den Haag, een gerenommeerd autoschadeherstelbedrijf. Alles wat met de auto te maken heeft, kunnen wij voor u repareren. Wekelijks worden bijna 50 auto's vakkundig gerepareerd met liefst 7 jaar garantie. Autoschadeherstel Bibu Den Haag. Meer dan alleen schadeherstel. Het Wapen van Zoetermeer. Voor elke gelegenheid een unieke locatie. Kijk voor meer informatie op hetwapenvanzoetermeer.nl. Hartelijk welkom bij Haaglanden Voetbal Midweeks. Een programma met gasten uit het regionale voetbalwereldje. Op de bank de gast in deze aflevering, Cor Verbree van de BAV, de belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen. En Robin Dendulk, hij is de hoofdtrainer van het Loosduinse GDA. René Pas is onze sidekick. Heren, al een hartelijk welkom. Cor, we kennen elkaar al heel erg lang. Je bent ook heel lang scheidsrechter geweest. Ja, jammer dat je over dit onderwerp begint, want daar ben ik net een beetje vanaf. Want toen ik stopte met fluiten kwamen al mijn vrienden weer terug. Ja, ja. Maar ja, klopt. Ik heb 880 officiële wedstrijden gefloten voor de KNVB. Ergens zo vanaf 75 tot de eeuwwisseling. Ja, en toen ook bij de HVB, heette het toen nog, hè, de Haagse Voetbalbond, IJzerwerf. In allerlei commissies gezeten, ja. Wat ik me in ieder geval herinner, de scheidsrechterscommissie. Klopt. Ja, aanstellingscommissie, scheidsrechterscommissie, zaalvoetbalcommissie, opleiding van scheidsrechters. Ja, mijn halve bed stond ook op de IJzerwerf, waarbij ik trouwens niet de enige van was natuurlijk. Nee, maar wat ik wel kan herinneren, want in die tijd, commissies, dat waren allemaal een beetje ja, de grijze mannetjes, de kale koppies. En de Cor was dan een beetje een uitzondering. Ik heb er nog wel eens trainer meegemaakt, dat u mijn wedstrijden vloot tegen Molsem, tegen ja. Verburg toen de tijd en dergelijke. Ja, was altijd leuk, want hij had altijd wel bijzonderheden natuurlijk. Nou, dat wilde ik net zeggen. Ook bij de HVB Cor had ook een beetje humor overal in. Ik bedoel, je moet wat dat betreft natuurlijk de lol ergens wel altijd van inzien. Dat, humor is wel een beetje een smeermiddel van alles wat je doet. Ja. Overigens, was je wel tevreden over die wedstrijden die ik had? Nou, je was wel weer spultuur, moet ik zeggen, af en toe hoor. Ja, want de voordeel is dat je er jaren later nog steeds over kan praten. Ja. Mooi natuurlijk. Ja, ja, dat is altijd in mijn gedachten. Cor was niet de makkelijkste. Maar goed, in die tijd, ook bij de HVB, was je leider, of zoals dat begeleider, bij de toenmalige jeugd voetbalkampen. En dat waren toen nog voetbalkampen waar alle de kinderen intern bleven. Klopt, op Okkenburg. Dat was echt fantastisch. Ik denk dat jaren 80 zo'n beetje was. Ja. Ja, topclubs kwamen daar op visite, toptrainers, we gingen naar betaalde voetbalwedstrijden toe. Allemaal strak georganiseerd, kleding. Vijf was daar een keer, weet ik goed, Hans de Jij toen nog met Vitesse. Fantastische tijd was dat. Ja, maar ook de mensen die als trainer werkten, John Blok werkte ermee, weet ik nog wat, Pim Westgeest was daarmee had die. Sarina Wiegman, die de meisjes deed. Ja. Mooie tijd, echt mooie tijd. Ja, zeker weten. Kom af en toe nog wel eens op sociale media of in het echt die oude spelertjes tegen. Die zijn er allemaal zien er allemaal wat breder uit dan toen en zijn natuurlijk goed gearriveerd. Maar die weten dat nog goed herinneren. Ja. Zeker. Maar jij bent ook wat breder geworden, hoor. Ik kom ook nog wel eens.
Ik was daar misschien wel een leuke anekdote. Ik ben ook waarnemer in de tweede, derde divisie. Dus eind vorig jaar was ik bij Hercules tegen GVV na competitiewedstrijd voor promotie naar de tweede divisie. En dan kwam ik natuurlijk René van der Kooi tegen, de trainer. Maar die kende ik vroeger natuurlijk als middenveld van NV27. En als scheidsrechter die toch een beetje in de middencirkel loopt, ken je vaak de spelers in je buurt. Nou, toen zeg ik, joh, René, dat is een tijd geleden, toen was je nog zo'n slanke middenvelder. Nou, ik ben wat breed geworden, maar als ik naar jou kijk, dan heb je ook van het leven gaan zitten. Dat kan ik wel zeggen, ja. Maar goed, dan gaan we een mooie promotie maken. Zo is dat. Als trainer. Dan kom ik er weer tegen. Zeker. Robin, SVC 08 hè, en daarvoor geloof ik nog Jack. Ja. En ja, tweede speelde je geloof ik. En ja, sorry. En ja, toen kreeg je nu op een gegeven moment last met de knieën. Ja. Ja, klopt. Ik zat in het tweede van SVC 08 en toen scheurde ik mijn kruisband op een training. Dus toen was het eigenlijk vrij abrupt, was het einde verhaal. Ja. En dat heb ik nog wel een halfjaartje uit kunnen stellen, het idee dat ik echt moest stoppen. Maar toen ik weer een herstelperiode ging het gelijk weer mis. En toen, had je het idee van, nou ook trainen, want ik wil in die voetballerij bezig blijven, of niet? Ja, ik denk dat ik wel vrij snel door had dat ik kon wel wat met een bal, maar mijn toekomst lag niet echt. Ik had geen grote toekomst als voetballer. Maar ik was altijd wel met het spelletje bezig. Ja. Dus ik had eigenlijk altijd wel in mijn hoofd van, nou, vanaf mijn 25e wil ik dat trainersvak in. Goed, dan ben je in de jeugd getraind volop ook bij SVC 08. Ja. En GDA nu dan, hè, de eerste klus als hoofdtrainer. Ja. Naar je zin? Ja, enorm. Enorm. Echt een hele leuke, gezellige club. Waar ik me eigenlijk ook vanaf dag 1 onwijs op thuis gevoeld. Ja. En dat had ik niet verwacht. Ik had niet verwacht dat ik me zo snel thuis zou voelen, omdat je heel lang bij één club hebt gezeten. Ja. Maar de SVC is natuurlijk wel een sfeervolle club, een familieclub natuurlijk. Enorm. Maar altijd feest. SVC, altijd feest. Ja, altijd leven, altijd gezellig. Dat is belangrijk hoor, bij SVC. Hè? Ja, nou ja, het is gewoon echt een schitterende vereniging. En het loopt daar van 's morgens vroeg tot laat in de middag. Vroeg in de avond loopt het daar helemaal vol. Ja. Als je vergelijkt die twee clubs, GDA, SVC 08, zie je dan verschillen of veel overeenkomsten? Denk het nou, wel. Beide wel. Ik denk wel een verschil in zit eigenlijk. Ja, qua grootte sowieso. SVC is natuurlijk echt een club die bijna uit zijn voegen groeit. En GDA is echt weer in de wederopbouw. Ja. En dat zie je heel erg. Maar er zijn ook zeker wel gelijkenissen. Als je de mensen, iedereen is welkom. En je ziet alle lagen van de bevolking zie je binnenkomen. En iedereen heeft gezellig met elkaar. Ja, dat herken ik wel heel erg van SVC. En ik denk dat je je daarom ook vrij snel thuis voelt. Ja, als je kijkt dan, je wordt trainer bij GDA. Dan hebben we zo'n speler die bij SVC 08 gestopt is. Wel heel belangrijk is ooit geweest voor de club. Ja. En op een gegeven moment krijg jij hem toch zo gaar weer om te gaan voetballen. Ja. En dan heb ik het over Steven de Ruiter. Hoe werd het voor elkaar gekregen? Ja, ik ken Steven eigenlijk al heel erg lang. privé ook. We zijn eigenlijk samen opgegroeid. Dus ik wist van hem eigenlijk van tevoren al wel dat als het echt nodig zou zijn, dat er genoeg honger bij hem nog is om te voetballen en dat hij ook wel zoiets had van, nou, dan wil ik mijn steentje bijdragen. Ja. Nou, toen raakte eigenlijk Sander van den Ende raakte heel snel geblesseerd toen ik trainer werd. En daarmee waren we eigenlijk langdurig onze spits kwijt. Zware knieblessure. En toen heb ik halverwege het jaar heb ik Steven gevraagd van, ja, wil je die periode overbruggen? Ik weet ook dat je geen 10 jaar meer gaat voetballen, maar... En daar had hij wel heel erg veel zin in, want je merkte toch ook wel aan hem dat dat hij stiekem nog niet helemaal klaar was als voetballer. En dat zie je eigenlijk elke week wel terug in zijn fanatisme. Dus ik hoefde er niet heel veel voor te doen, maar... Nou, je hebt er dit jaar in ieder geval volop profijt van. Praat eens over verder. Cor, ik heb het even gehad over de HVB tijdens scheidszetten, maar ook in je woonplaats Monster, ook bij de club actief. Ja, ik begon te voetballen toen ik 10 was, want onder die leeftijdsklasse had je nog niks. Hè. Je begon met je 10e. Ik voetbal tot mijn 16e, er zijn gelukkig geen beelden van. Vanaf mijn 17e ben ik de scheidscursus gaan volgen. Dus 13 avondjes op de fiets naar de Suberskade. Suberskade, wie was je docent? Nummer 6. Kijk, jij weet dat toch? Het oude bondsbureau. Nee, niet 6, 141. Nee? Oh, was 141. Nee, maar anders was ik toch verkeerd geweest. Voordat was geweest, was ik nooit scheidsrechter geworden. Ja. Dat kan ook natuurlijk. Ja, ik heb, wie was jouw docent? Zeg je? Wie was jouw docent bij de scheidsrechter? Arie Schriel, Schipluiden. Ja, ja. Dus een halve Westlander was al een voordeel. En Calvin Corion die kwam toen ons lid maken van de Haagse Scheidsvereniging, kan ik nog goed herinneren. Dat praat ik volgens mij over 1975. Ja, ja, en toen ben ik natuurlijk gaan fluiten. En bij Monster ben ik later in het bestuur terechtgekomen als jeugdvoorzitter. En heel lang, ja, toch een jaar 5, 6 leider geweest van de AE. Toen weer een tijdje uit zicht verdwenen. Toen ben ik ook nog secretaris geworden van Monster vlak voor de fusie. Toen we gingen fuseren met RKC. En
dat was het dan. Ik ben nu geloof ik, ik 55 jaar lid van die vereniging. Maar in Monster kennen ze ook allemaal als organist, al 40 jaar. Zeker. Mooi, altijd. Zeker. Ik weet zelfs sommige mensen die op zaterdag langs de lijn hele andere dingen van mij vonden als ze zondag van mij vonden als ik het orgel bespeelde. Dat is toch heel bijzonder. Dat is wel heel bijzonder. Ik ga daar volop praten met je over de BAV. Ik mag niet zeggen de BAF, hè? Dat zei je bij het ministerie, maar over BAF zeggen. Ja, dan krijg je een hele andere interpretaties. Denk ik heel goed van je. Ja. Netjes omschreven, ik ga wat anders zeggen. Ja. Maar je verwachtte van een minister van Connie Helder dat ze wat helderder zou zijn. Ja, zeker. Zeker. Ja. Daar komen we zo meteen wel even op terug. Oké, okay, helemaal goed. Robin, GDA bovenaan. Ja. Lekkere ploeg. Daar heeft natuurlijk ook zo'n trainingskamp op Gran Canaria ook al meegewerkt, denk ik, hè? Absoluut. Na de winterstop in ieder geval. Ja, nou, volgens mij is dat inmiddels een beetje traditie aan het worden dat ze na de winterstop vanuit Gran Canaria gewoon heel veel punten pakken. En dat is eigenlijk nu weer. Toevallig maken wij een vergelijking, een analyse tussen wat er vorig jaar speelt, eerste seizoen zelf, tweede seizoen zelf. En we zitten op dit moment weer in diezelfde flow als die we vorig jaar hadden. En dat geeft ook wel heel veel vertrouwen. En dat onderstreept maar weer hoeveel waarde zo'n trainingskamp heeft. Ja. Je staat bovenaan, jullie gaan natuurlijk voor de titel. Maar goed, je hebt nu al een periodetitel in de zak. Dus ja, die rust van na competitie, die heb je sowieso. Ja, ja, moet ik zeggen. De ervaring met na competitie de afgelopen jaren leert bij GDA wel dat ze... Net niet. Dat ze daar steeds minder waarde aan hechten, zeg maar. Maar het is lekker om dat natuurlijk achter de hand te hebben. Maar ik denk dat het heel duidelijk mag zijn in de situatie waarin we nu zitten. Dat we niet meer genoegen nemen met die na-competitie. Nee. Dan gaat het goed. En vorig weekend speelden jullie dan uit tegen Houtwijk. Op Madenstein verloren jullie nog van ze. Ja. Hoe kon dat? Ja, ik benoem dit altijd wel een beetje als wedstrijd op zich. En dat is met de wedstrijd tegen Loosduin is dat voor ons en tegen Houtwijk. Daar zit heel veel sentiment. Er zitten heel veel mensen die elkaar kennen. En ik denk dat wij kwamen toen uit een reeks van 4 wedstrijden, 12 punten. Hebben we denk ik misschien achteraf gezien toch een klein beetje onderschat. Ons een beetje laten afbluffen. En daar waren we deze keer wat beter op voorbereid. Dus, ja, want je noemt het al Loosduin. Daar kwam je ook niet langs, hè? Veel doen 1-1. Klopt, ja. En ja. Vorig jaar ook. En dat is helemaal niet gek in die omstandigheden daar. Want er komt heel veel bij kijken bij zo'n wedstrijd. Zijn ook wedstrijden op zich, hè? Dat zijn echt wedstrijden op zich, ja. En dat merk je gewoon ongeacht, ook aan de... Ongeacht stand op de ranglijst. Ja, inderdaad. Nee, en dat zijn aparte wedstrijden. Ja, nou, dat spreken wij ook naar elkaar uit. Of je nu de een bovenaan en de ander onderaan staat. Dat zijn altijd wedstrijden op zich. Gingen jullie dan, laten we zeggen, vorige week nog gemotiveerd naar... extra gemotiveerd naar Houtwijk toe, wetende van... we hebben nog iets recht te zetten van de wedstrijd thuis? Ja, absoluut. Absoluut. Niet alleen omdat het de enige wedstrijd is die je verloren hebt. We hebben natuurlijk ook gewoon echt heel erg veel om voor te spelen op dit moment. Ik heb dat van tevoren ook aangegeven aan de jongens. Zij spelen echt voor de eer. En natuurlijk ze willen zich veilig spelen, maar ze staan best goed. Wij spelen voor de hoofdprijs. En dat moet je uitstralen. En dat hebben we gelukkig wel gedaan deze keer. Ja. Cor, je bent voorzitter nu nog niet zo lang, geloof ik, vanaf december. Van de BAV. Het was niet helemaal nieuw, hè? Want je was ook al districtsafgevaardigde van West 2. Ja, sinds 2016. Pieter van Veen, niet heel onbekend in de voetbalwereld. Ja. Geniet nu van de zon in Portugal. Ja, Pieter is nog steeds voorzitter van ons district. En onze enige buitenlandse voorzitter, want hij is ook officieel Portugees geworden. Ja. Dat moest ik van hem zeggen als ik dat ooit nog eens een keer zijn naam tevoren zou komen. Nee, dat klopt. En... ja, de BAV bestaat sinds 2013. Dat is natuurlijk een fusie van de LBA. We hadden net over bekend van Jan Bom. Ja. En die is toen gefuseerd met de BZV. Dat was de belangenorganisatie van zaterdagvoetbalverenigingen. En dat hobbelde aardig door, zo via de districten. Er gebeurde eigenlijk niet zoveel. Vaak clubs, omdat ze lid waren, konden ze bij ons terecht. Bijvoorbeeld als ze ruzie hadden met een trainer of advies wilden met de gemeente. Ja, en sinds sinds corona, de energiecrisis en de hoge inflatie, ja, toen kwamen er kwamen echt zoveel problemen op ons bordje. En toen hebben we de krachten gebundeld. En ja, en ook de politiek wilde wel een organisatie in gesprek die een grote vertegenwoordiging had. En dat kan ik wel zeggen, want van de 2300 clubs bij de KNVB zijn er 1500 clubs lid. Ja. Als je het omrekent is het 500.000. Ja. Dus ik kan nu zeggen, de BNV komt ergens binnen, wij vertegenwoordigen 500.000 leden. Ja. Dus dat is naar de KVB toe en ook naar de politiek.
is, en het VNG is dat natuurlijk wel, heb je wel een goede vertegenwoordiger. Ja, ik kan me dat zeker voorstellen. Ja, je moet toch gestreeld zijn, Cor, als je voor zo'n functie gevraagd wordt. Ik denk dat je best wel trots bent. Ja, dat is waar. Ik ben er heel trots op. Het was ook wel een klein beetje, Noord-Koreaans vind ik een beetje overdreven, maar er waren niet veel kandidaten. Maar ik ben er zeker trots op. En het is natuurlijk een hele mooie vereniging die eigenlijk een beetje, maar ik noem het ook, het heet de Belangenorganisatie. En ik maak vaak de fout, misschien een soort Freudiaanse verspreking, dat ik elke keer praat over de Belangenvereniging. Ja. Waarom zit dat waarschijnlijk in mijn systeem? Omdat we natuurlijk leden hebben, ja. met ledenvertegenwoordiging. Dat is veel belangrijker dan een organisatie zonder leden. Die leden zijn zo belangrijk. Ja, ja, en lidmaatschap van onze BNV is voor elke vereniging €69. Ja, dat hoef ik niet voor te laten. Je moet een beetje vergelijken met een vakbond. Ja. Heel veel mensen zijn lid van een vakbond. Als je ze nodig hebt, dan heb je ze niet nodig. Maar als je ze wel nodig hebt, dan kun je zeggen, we zijn natuurlijk samen sterk. Ja. Goed, laat ons er eens een podcast, wil ik toch een paar uitspraken eventjes uithalen van jou. Onder andere een uitspraak van, we mogen trots zijn op onze clubs. Nou, we mogen zeker trots zijn op onze clubs als we kijken waar de clubs vandaan komen. Corona, energiecrisis, alle financiële problemen, contributieverhogingen, wachtlijsten, problemen met de B-categorie, vrijwilligers, bestuursleden die hebben in enquête aangegeven dat zij... Nou, dat ze het allemaal niet meer aankunnen vanwege de werkdruk. Krijg je werkdruk in je hobby. Nou, en dat, als je nu enquête houdt en je ziet dan de uitslag, dat is allemaal veel genuanceerder geworden en positief. Ja. Bijvoorbeeld, er werd gezegd, na corona merk je ook, ik zit in het onderwijs, dan merk je ook heel veel korte lontjes na corona. En bij heel veel clubs krijgen niet terug dat het allemaal best wel meevalt. Dat eigenlijk een soort positieve gevoel is gekomen uit zo'n crisis. Dat de club meer binding met elkaar heeft, dat leden wat actiever worden. Dus ik ben er wel positief ook over vrijwilligerswerk. Je hebt ook over de politiek gezegd van die clubs mogen wel eens wat beter ondersteund worden. Nou, dat wel, want bestuur van een club is niet, dat is bijna dagwerk. Daar moet je natuurlijk bijna voor gekwalificeerd en gecertificeerd zijn. Dus ja, en daar kun je wat te doen. Aan de voorkant kun je zeggen, bestuurders moeten worden opgeleid. Aan de andere kant kun je natuurlijk zeggen dat de politiek moet zorgen dat de regeldruk een stuk wordt verminderd. Dat het eenvoudiger is om het bestuur te kunnen leiden. Want ja, ik heb het niet alleen van voetbalclubs. Als je kijkt hoeveel sportverenigingen in Nederland zijn. Ja, we hebben nog steeds een hele unieke organisatie wat dat betreft in Nederland. Hè? De clubs met al zijn vrijwilligers. Ja, ze zeggen, het wordt altijd in verkiezingstijd geroepen, dat is het cement van de samenleving. Maar als het af begint te brokkelen, dan mag je wel eens nadenken over het feit dat je dat zegt en wat je daarvoor over hebt als je dat zegt als politiek. Opvallend vond ik ook, want iedereen heeft natuurlijk ook het grote vrijwilligersprobleem, hè? Het vrijwilligersprobleem bij clubs, maar jij bent er nog positief over. Ja, ik ben positief. Nou, kijk, aan de ene kant zie je natuurlijk vaak dat mensen iets heel lang doen. Als mensen iets heel lang doen, dan gaat de rest vaak denken, ze hebben mij niet nodig, want hij of zij doet het wel heel lang, terwijl hij er misschien wel vanaf zou willen. Je ziet heel vaak mensen die worden dan gehuldigd omdat ze 40 jaar voorzitter zijn. Voor mij is dat niet heel erg gezond. Vrijwilligerswerk is tegenwoordig meer van waar is een begin, waar is een eind. Is een beetje te overzien. En niet al te vaak. Ja, dat is natuurlijk lastig. Een beetje ad hoc. Ja, dat is natuurlijk lastig als je leider bent. Dat kan natuurlijk niet. Maar bijvoorbeeld, ik zie dat je... Weet je wat een goede kweekvijver is voor nieuwe bestuursleden? Jongeren van rond een jaar of 30. Daar heb ik over nagedacht. Kijk, als iemand 30 jaar is... Die heeft al gevoetbald vanaf zijn vijfde bij een club, al 25 jaar. Die wil iets voor die club terugdoen. En die wil zijn netwerk opbouwen of zijn cv uitbreiden. Dan vraag iemand als penningmeester voor 2 jaar. Nou, dat staat leuk voor de cv, dat doet wat voor de club terug. Hij heeft misschien ook een financiële achtergrond, dus een relatie met zijn werk. En zegt na 2 jaar, joh, als je niet bevallen, kan je ook weer stoppen. Maar als je zegt, je moet 6 jaar iets gaan doen, dan beginnen ze aan de voorkant om nee te zeggen. Dat is echt een goede kweekvijver, jeugd. Ja. Jeugdige bestuursleden. Geldt ook bij het voetbal, hè? Jeugd, goede kweekvijver. Want hoe is het bij GDA met de jeugd? Straks dadelijk de doorstroming, want ja, je hebt nu wel een paar routiniers lopen. Noem al Steven de Ruiter. We hebben nog meer. Nick Selier, Dennis Lubout. Ja. Ja, dat zijn de oudjes. Die heb je nu hard nodig. Maar goed, die moeten straks ook een keer vervangen worden. Hoe zit het? Heb je daar ook enig inzicht in? Ja, wel redelijk. Er moet opvolging zijn natuurlijk. En we hebben, toen ik kwam, is er al vervroegd een heel deel van de onder 18 doorgeschoven. Dus we hebben een hele jonge groep spelers in onze selectie zitten, waarvan er ook al een hele hoop zijn gedebuteerd. En daar zit echt wel heel veel talent bij. Als je echt kijkt naar de jeugdafdeling, dan is dat wel groeiende. Maar nog niet daar dat je zegt van we gaan er op korte termijn iets aan hebben. Nee, want GDA stond in het verleden vroeger al bekend ook als een
grote club met een uitstekende jeugdafdeling ook. Absoluut. Ja, nee, zo ken ik ze. Was het, hoor. Ja. Toen in de jaren 80, toen ik trainer en was ik trainer, ik ben daar niet geen trainer geweest, maar wij speelden vaak tegen ze. Maar dat was echt een prachtige vereniging, hoor. Want het was een eer als je bij GDA aangenomen werd als trainer, kan ik me nog wel herinneren, hoor. Ja, wat dat betreft heb jij bij GDA hele illustre voorgangers gehad, jongens die het ook in de trainerswereld ook zeker gemaakt hebben. Ja. Op de hoge niveaus, Edwin Krunel, Bas Steffens noem ik even zo. Albert van der Dussen. Ik bedoel, er zijn allemaal jongens die wel in het voetbalwereldje. Absoluut. Prima terecht, zeg ik ook. Is dat ook een beetje een voorland voor je? Ik hoop het. Ik hoop het. Ja, nee, die ambitie is er wel en dat hoeft allemaal niet op hele korte termijn, want ik heb het prima naar mijn zin. Maar inderdaad, dat rijtje namen, dat is wel bekend en daar zitten hele mooie namen tussen. Dus, ja. Hoe belangrijk zijn Steven de Ruiter, Nick Selier, Dennis Lubout voor jouw ploeg op dit moment? Enorm belangrijk. En niet alleen in het voetbal een stukje, want ze zijn ook nog wel gewoon alle drie dragende spelers. Met name als je kijkt wat Lubout achterin doet. We hadden het er net even over afgelopen zaterdag, denk ik, de beste man van het veld. Niet te kloppen. Nick Selier is eigenlijk al maanden echt een bepalende speler voor ons. Maar die jongens die zijn natuurlijk ook op de training en in de kleedkamer zijn zij wel de jongens die... Knap dat je dat op kan brengen, want Dennis is geloof ik 44 inderdaad. En gewoon lekker elke week gaan trainen, elke week voetballen. Nou, er zijn voetballers zat die veel eerder al gaan afhaken. En wat dat betreft ook geen grammetje te veel aan het lichaam. Nee, hij is topfit, enorm gedreven. Ja. Dus daar ben ik ook gewoon enorm blij mee. Want het is natuurlijk echt, er komt wel wat binnen ook. Als je bij een bezoekende club komt, dan kent iedereen Dennis Lubout. Ik sprak hem kanker, toen zei hij inderdaad, sorry, nee, ga je gang. Ik wil Robin vragen, is het je eerste jaar als hoofdtrainer bij GDA? Dat is mijn tweede seizoen. Je tweede seizoen, ja. Dus want ik wou zeggen van over de jeugd dan en dergelijke, daar ga je ook naar kijken. Ja. Dat moet opgebouwd worden, maar... Ik denk als zo'n jonge vent dat daar misschien wel meerjarige verbindenis moet aankomen voor de toekomst. Lijkt mij goed, omdat je bent jong, je bent ambitieus. Nou, verenigingen als GDA, dat zijn ook toch wel clevere mensen. Ja. Dan zou ik zeggen, nou, dat gaat goed. We gaan volgend jaar naar de derde klas hopelijk. Laten we kijken voor de toekomst hoe we dat op kunnen bouwen, gewoon met jou als hoofdtrainer. Dat zou geweldig zijn. Ja, ik denk dat is uiteindelijk ook grotendeels aan de club en dan ook aan mijzelf natuurlijk. Ja. Wat wil je zelf? Ik bedoel, ja, ik weet niet hoe je ambities zijn. Hè. Ik bedoel, je bent een beginnende trainer, hebt 2 jaar hoofdtrainer. Ja. Een mooie carrière ligt er misschien in het vooruitzicht. Ik hoop het. Als het gegund is en als het lukt inderdaad. Maar het is, ik heb die ambitie wel. Ik wil ook wel hoger op. Maar ik denk dat er wel genoeg in deze club zit dat je dat ook met GDA kan doen. Maakt het inderdaad, wat je aangeeft, dat maakt het interessant om dat misschien voor een lange termijn te doen. Maar goed, op dit moment... Zijn we heel erg gefocust op die weg naar de derde klasse. Ja, dat moet nou geslagen dit jaar. Ja, dat absoluut. Dennis Lubout, ik sprak hem op Kankenaya, toen zei hij van... Ja, wat er gebeurt dit jaar, wil ik gewoon kampioen worden. Ja. Is dat dan zijn afsluiting of gaat hij volgend jaar ook nog gewoon verder? Ik denk niet dat het zijn afsluiting is. Nee. Als ik hem zo elke week meemaak, dan kan ik me bijna niet voorstellen... dat hij überhaupt afscheid gaat nemen van het voetbal. Fysiek gaat het allemaal nog perfect. Mentaal is hij er nog helemaal klaar voor. En ik denk als wij naar die derde klasse gaan, als dat gaat lukken, waar we heel hard aan werken, dat hij heel graag daar ook wil laten zien dat hij ook dat niveau daar... In de toekomst zou hij bijvoorbeeld ook jeugdtrainer kunnen worden als hij uitgevoetbald zou zijn bij de club. Ja, is hij al geweest zelfs hoor. Want een groot deel van die lichting wat ik net zei, die we vroeg hebben doorgeschoven, die heeft hij getraind. Ook wel leuk hè? Ja, en daar zie je ook wel, daar lopen een aantal jongens in. En Jason van Oostrum die al vanaf dag 1 dat ik er zit eigenlijk een rol speelt in het eerste. Ja, daar zie je ook wel karaktertrekjes terug die je bij Dennis Lubout ziet. Ja, zeker. Dus dat is wel mooi om te zien. Ja, zeker. Ik hoor er even terug naar de BAV. Jullie werken ook volop samen met wat zo mooi heet dan de RVVB. Register, moet ik het goed zeggen, voor verenigingsbestuurders. Klopt, ja. Samen onderzoek geweest. Daar is natuurlijk nog wat uitgekomen. Ja, we hebben in 2023 gezamenlijk 12 bijeenkomsten belegd in het land, elke provincie, om op te halen bij sportverenigingen en met name voetbalverenigingen wat de problemen zijn. Er kwam ook de verkiezingstijd. We hebben ook nog verkiezingsdebatten gehad met Kamerleden. En dus een visiedocument samengesteld op basis van die gesprekken en enquête die we gehouden hebben. En die hebben we aangeboden 12 februari aan de vaste Kamercommissie Sport. Daarna volgde het sportdebat met de minister.
En toen is heeft de Kamer in brede meerderheid een motie gesteund waarin de minister opgeroepen werd, waar letterlijk de BNV en FNB genoemd werd om in gesprek te gaan. Om te gaan praten over over echt sportbeleid. Ja. En sportbeleid, misschien wel een sportwet, die hebben we niet. Je moet een beetje vergelijken met de bibliotheekwet. De bibliotheekwet zegt echt in het kort van elke gemeente moet een goed geoutilleerde bibliotheek hebben. Dat is gewoon verplicht. Dan zou je ook met sport natuurlijk faciliteiten kunnen organiseren en dat betaald wordt door de overheid. Hebben we nu ook een minister van sport of niet? Nee, hè? Nog niet. Nee, we hebben wel een minister van WVS, waar sport onder valt. Maar als je echt, zeg je heel goed, nee, als je het echt zou benoemen als een minister van sport. Dat is alleen het enige portefeuille. Ja, de enige portefeuille. Ja, dan geef je natuurlijk ook een goede statement af dat ik het sport natuurlijk heel belangrijk vind. Ja, maar goed, het feit alleen al dat je nu wel inderdaad aan tafel zit, dat is natuurlijk alweer een enorme stap in de goede richting. Je gaf al aan wat de reden is, want je vertegenwoordigt nu nogal wat. Tegenover onze organisatie, hè, we zijn ook bezig met een doorontwikkeling. We gaan het professionaliseren. Dus we gaan ook mensen van buitenaf in dienst nemen die zaken voor ons kunnen doen in het kader van belangbehartiging en vereniging-ondersteuning. Want ja, de school vindt het niet altijd misschien even interessant als ik natuurlijk afreis naar Den Haag. Maar je zegt, we moeten professioneren. KNVB heeft ook een afdeling voor verenigingsondersteuning. Zeker, en ik heb begrepen dat de KNVB heeft misschien ook heel goed geluisterd naar wat wij de afgelopen half jaar hebben bereikt. Want die zijn volop bezig met sessies te beleggen bij allerlei clubs om te praten over het probleem. En dat vind ik alleen maar gaaf, ja. Want we trekken samen op. Hè. We zijn ook in overleg met de KNVB, regelmatig. Ook samen met de CO2D en de CO4D, dus de belangorganisatie van de tweede en derde divisieclubs. Nou, we kijken daar niet alleen naar, we kijken ook een nieuw item is. Pieter van Veen opgepopt, zeg maar, is ga eens met de KNVB in gesprek over de B-categorie. Je praat altijd over de eerste elftal, over selecties, maar de B-categorie, daar is natuurlijk veel aan de hand. Clubs die geen kader hebben daar, clubs die halve elftallen hebben, geen scheidsrechters hebben, wedstrijden niet doorgaan. Kijk, als je natuurlijk geen 1 tot en met 8 hebt, of 2 tot en met 8 hebt, heb je aan 1 ook niet veel. Nee, dat is helemaal helder. Ja goed, en dan krijgen we ook nog bijvoorbeeld heel veel belastende wet en regelgeving voor verenigingen. Ook zo'n probleem waar clubs mee zitten. Financieel moeilijk rond kunnen komen. Clubs kunnen nauwelijks, laten we zeggen, geld opzij leggen om te investeren in de accommodatie. Er is dan een mogelijkheid vanuit de overheid om wat subsidie te krijgen. Maar ik heb al begrepen, dit vindt nu in februari. Die pot is al. Ja, die 79 miljoen euro voor de accommodaties, die is al uitgegeven. Ook dat is natuurlijk omgekeerde gereden. Er is geld beschikbaar gesteld en opengezet van wie het eerst komt, het eerst maalt. Ja, dat is lekker solidair met elkaar. Je kan beter eerst het probleem in kaart brengen en dan criteria opstellen en dan die aanvraag indienen. En dan kijken wie wat krijgt. Maar er zomaar kunnen zijn clubs die het hartstikke goed hebben. Die hebben het goed voor elkaar en die hebben die subsidie bijvoorbeeld al binnengehaald. Ja. Het vraag me wel eens af, is dan bij de politiek genoeg doordrongen van het feit dat voor een fatsoenlijk landelijk en weet ik veel, lokaal beleid te voeren, dat je die clubs juist keihard nodig hebt daarbij? Nou ja, dat is verkiezingsretoriek. En je ziet toch met heel veel plannen dat als de verkiezingen voorbij zijn, zie je dat weer een beetje weg hebben. Daar is het zo gaaf dat wij aan de weg blijven timmeren sinds dat debat van 12 februari, want we gaan ermee door. En bijvoorbeeld, ik noem het de B-categorie, we willen eigenlijk het komende jaar ook weer zo'n ronde door het land op te halen wat er allemaal bij het lagere voetbal speelt. En dat met de KNVB te gaan bespreken en ook met de politiek. Worden dat soort bijeenkomsten al een beetje goed bezocht? Ja, en ook door meerdere, je ziet ook heel veel sportverenigingen natuurlijk aanhaken bij de BNV. Niet letterlijk, maar wel figuurlijk. Kijk, als je natuurlijk een kleine schermbond bent met 1 FTE-werknemer en je vergelijkt met de KNVB, dan ben je natuurlijk blij dat je ook een organisatie hebt waar je misschien advies kan halen als het gaat over belangen. Ja, ik kan me dat even nog voorstellen. Ik ga even naar de buurman van GDA. Grootste concurrenten dit seizoen, wie zijn dat? Poeh, dat is een hele goede vraag. Dat wisselt bijna wekelijks. Ja, ja. En uiteraard Duno, is onder andere. Duno, SDO. Duno, SDO, ODB. BMT. BMT is denk ik de grootste concurrent. Ja. Is ook wel de meest complete ploeg, maar die hebben natuurlijk best wel wat in te halen. Ja. Maar ook een Loosduinen draait nu weer en een Erasmus zit er kort achter. Ja. Dus het is wat dat betreft best wel een hele interessante competitie, maar we hebben een marge gecreëerd, die willen we graag bouwen. Ik kan me dat voorstellen, ja, want je hebt natuurlijk wel een periodetitel, maar als je het niet redt aan het eind van het rit om eerste te worden, dan is dat altijd zo'n grote teleurstelling. En dan zie je heel vaak dat dat soort clubs, als ze dan de na-competitie in moeten gaan,
Ja, dan is het heilige vuur even weg. Hè? Dan moet je opnieuw opladen, ja. Kunnen we hem opbrengen dan, hè? Dan zijn ze teleurgesteld heel erg. Ja, nou ja, zeker. Ik denk in ons geval, want we hebben eigenlijk de eerste en de tweede periode gepakt. Dat kan natuurlijk niet, maar daar zijn we alle twee bovenaan geëindigd. Dan moet er toch zoveel zelfvertrouwen zijn van, nou, kan niet misgaan eigenlijk. Maar dat is er ook wel. Je gaat nu eigenlijk een fase in waarvan natuurlijk komt er heel veel spanning bij kijken, omdat je echt richting de finish gaat. Maar je voelt ook steeds meer in de groep de honger geloven waar we zaterdag zijn. Ja. Weet je, we zijn is het nog geen zaterdag? We zitten te wachten op zaterdag. Ja. Ja. Ja, wat ook belangrijk is voor jou als trainer, je bent ambitieus. Dan heb je in mijn club dat je ook volop opkomst hebt op een training. Ja. Want je hoort dat links-rechts wel eens van collega's. Nou ja, die staan met 7, met 8 man. Ja. Dan kun je bij wijze van nog geen partij doen. Dan ben je snel klaar. En dan gaat ook de animo heel snel wel. Het is altijd, het moet van twee kanten komen. Absoluut. Nou, maar dat is eigenlijk vanaf dag 1 is dat heel goed geweest. We hebben bijna volledige opkomst op trainingen. We hebben maar moeten wel te maken met wat vervelende blessures. Ja. Dus dan ga je automatisch met een wat kleine groep trainen. Maar dan kunnen we weer vanuit de tweede een hoop putten. Ja, ik hoor wat jij zegt, Ton, over de opkomst op training. Nou, bij meerdere verenigingen hoor ik mijn oren wel eens dat er inderdaad 7-8 spelers meer zijn op de training. Nou, dat is onvoorstelbaar natuurlijk. Ja. Hè? Ik bedoel, ik weet wat ik train de eerste, de tweede en dan de eerste. En dan waren er gewoon 40 man. En nu hoor ik, bijna geen mensen, maar bij gerenommeerde clubs ook hoor, ook gewoon. Ik hoorde bij wie was dat nou laatst, ik weet niet precies, maar nou, die zegt, maar ik krijg niet meer als 8 mensen op de training. Ja, wat moet je dan? Nou, ik denk dat de ranglijst daar ook een hele grote rol in speelt. Tuurlijk. Wij zitten natuurlijk nu in een fase, je wil het niet missen. En ze weten ook, we hebben een dusdanig sterke selectie, vind ik, dat als ze niet komen trainen, dat eigenlijk de concurrent al klaar staat om een plekje over te nemen. Ja. En dan, ik zou juist zeggen, als het slecht gaat met je club, je staat onderaan, dan heb je meer training nodig. Dan moet je harder trainen, ja, dat zou je inderdaad zeggen. Maar dat is vaak dan toch, dan ligt de drempel schijnbaar wat lager om te zeggen, ik sla een keer over. Ja. Maar hoe is jouw selectie? Ik bedoel, qua nummer 1 tot en met 15, dat is er niet veel verschil tussen. Ook de nummers 12, 13, 14, 15, 16. Ja. Die voelen zich ook gewoon geaccepteerd in die zin dat ze zeggen, we horen erbij. Ja, ik denk dat wij in een unieke situatie zitten dat we bijna met 16, 17 basisspelers te maken hebben. En daarom heb je ook best wel eens frictie, hè, als je jongens ernaast zet. Dat begrijpen ze niet. Maar we hebben, wat ik zeg, behoorlijk wat geblesseerde, ongelukkige blessures. Maar we hebben wel elke week een sterke ploeg opvangen. Dat zegt wat. Maar wat ook belangrijk is, vergeet je hebt natuurlijk omheen, de mensen die omheen zitten, zijn heel belangrijk voor Frank van den Burg, die heel veel onder andere trainingskamp verzorger weer teruggekomen. Ja. Dat ook een geroutineerd iemand en kent de jongens, kent de club. En dat speelt ook wel een belangrijke rol, denk ik. Dat is enorm belangrijk. En we hebben nu twee vaste leiders in Bas Talboom en Marcel van den Ende. Ja. En dat is gewoon, het is gewoon een team. En we hebben ook een hele mooie staf staan met trainers. Iedereen is bezig met dat einddoel. En is elke week bezig om er iets van te maken. En of dat nou is broodjes maken op donderdag of op zaterdag alles klaarzetten. Die betrokkenheid is wel heel groot momenteel. Goed. Ja. Cor, we hebben het over een einddoel. Ja goed, ik heb ergens gelezen, de overheid zegt 2040, dan moet 75% van de inwoners voldoen aan de beweegrichtlijn. Nou, dan hebben we nog wat werk te doen. Ja, ze noemen dat, daar zou ik bijna een grap over maken, maar een soort inspanningsverplichting. Want je weet dat is een woord gebruikt waarbij je eigenlijk, dat geen inhoud heeft natuurlijk. Ja, ik hoop dat het meer wordt dan een inspanningsverplichting, maar 75% is, ik denk dat nu 50% is. Dus dat is een aardige uitdaging. Gaat de BAV daar ook nog een rol in spelen? Nou ja, de BAV is sowieso altijd in beweging, hè? Dus dat is een goed teken. Ja, natuurlijk, want voetbal is natuurlijk wel de grootste tak van sport binnen de sportclubs. Ja, dan moeten we echt onze rol blijven pakken. Goed. We hebben gelukkig een wat jonger bestuur, dan zit daar zelf ook een beetje beweging in. Okay, we moeten wel het goede voorbeeld geven. Dat is heel belangrijk. Jij behoort tot een van de jongeren, zeker? Nee. Oh. Nee, oké, goed. Grapje. Ja. We kunnen nog heel lang doorpraten, zowel over GDA als over de BAV. Dat doen we misschien een andere keer, want de tijd gaat dringen. Heel veel succes met GDA, omdat jullie inderdaad het einddoel mogen bereiken. Cor, net begonnen als voorzitter. Nou, heel veel succes. Je zit in ieder geval aan tafel bij de overheid. Dat vind ik al een hele belangrijke zaak in het belang van de sport. René, jij ook weer bedankt voor de bijdrage. Thuis bedankt voor het kijken. Dit was Haaglanden Voetbal Midweeks. Dit keer met onze gasten op de bank, Cor Verbree. En uiteraard onze trainer van GDA. Als ik even de naam krijg, Robin den Dulk. Bedankt voor het kijken. Graag tot de volgende keer. Tot dan.